Glijdt u niet uit, hè? Dit is die metalen richel. We hebben bij onze vrijwilligersclub altijd enthousiaste mensen die iets leuks bedenken. En die krijgen dan ook altijd de ruimte om het een keer uit te voeren. En de eerste keer bleek er veel belangstelling voor te zijn. En dat is zo gebleven. We hebben ook wel eens een keer gevaren dat we 2 uur van tevoren de touwen waarmee de boot vast lag moesten ontdooien van de sneeuw. Maar hoe je het ook doet, het is eigenlijk altijd hartstikke leuk. Dan gingen ze op een mooie zomerse zondag uit rijden. Het was een heel besluit dat dicht doen van de winkel. Het gaat vooral even om het sfeertje, eventjes iets anders. Ik moet je zeggen, ik ben zelf even uit de drukte van de kerstversieringen thuis en het rennen met de boodschappen. Gewoon even een avondje wat anders. En misschien voor sommigen ook een beetje om in de kerstsfeer te komen. Ik vond het heel erg leuk. Het was afwisselend, er was muziek, er waren verhalen, er waren gedichten. Het was leuk om naar buiten te kijken naar de gebouwen. Het was gewoon leuk. Nu gaan we snecht eten in een restaurantje en dan nog een lekker drankje erbij. Zo.